Ik denk dat ik de volgende next best ben. Dit zijn die dingen die wij meemaken, snap je? Jouw postuur, jouw auto. En mensen zeggen dat het niet waar is, je hebt het nu gezien. Keta 2CB en snuif. G-Stars, P3, MMC, MDMA en LSD. Ik ben Sluwe Olly, ik ben 24 jaar, ik kom uit Schiedam. We zijn nu in Schiedam-West, Schiedam-Nieuwland, ligt net op het randje. Hier zo zie je de metro Troestelaan. En eigenlijk hier zo en daarachter is de wijk waar ik het meest van mijn jeugd heb doorgebracht, man. Dus hier was ik met alle boys, hier maakten we een beetje kattenkwaad, hier deden we onze ongein. En, ik denk sowieso dat ik in de tijd dat ik hier kwam wonen, ging ik privé door wat dingen heen. En ik denk dat ik hier wel heel erg met de jongens met wie ik was, dat ik daar gewoon mee kon zijn. We hadden een beetje dezelfde struggles, dus het paste gewoon goed bij elkaar, snap je? We waren gewoon met z'n allen en ja, het was gewoon één, zeg maar. Hoe ben ik eigenlijk aan mijn artiestennaam gekomen is een goed verhaal. Maar dat is eigenlijk ontstaan op mijn school. Ik had een jongen in mijn klas die zei van ja, het is gewoon Sluwe Olly. Toen begonnen steeds meer mensen het te gebruiken omdat het goed bij mijn karakter past, zeg maar. Ik deed gewoon mijn school, ik heb mijn school ook afgemaakt. Maar buiten mijn school was ik heel veel bezig met andere dingen, zeg maar. Met dingen waarvan ik vond dat ik mezelf en mijn familie zou redden. En ja, dat paste eigenlijk heel goed bij elkaar, waardoor mensen ook steeds zeiden van ja, dat past goed bij jouw karakter, die naam. Want jij kan precies zijn wie je moet zijn op het moment dat je het moet zijn, zeg maar. Dus is dat gewoon geworden, man. Ben ik er nooit meer van afgegaan. Het is Sluwe. Mijn eerste doezel kwam van hokken. Nu gaf ik de 100 aan klokken. Zie jou, maar die wachten we floppen. Maar fans tatoeëren mijn naam, dus hoe denk je dat ik nog ga stoppen? Ik heb het 10 in mijn bal mee gepropt. Ik heb die hartje in mijn vloedje gerold. We gaan nu richting mijn oude school. En ja, dat zit eigenlijk een beetje onderaan de buurt, zeg maar. Dus ja, was eigenlijk hartstikke dichtbij altijd. Ken je die? Ik woonde misschien het dichtstbij van heel de school, maar het was alsnog lastig om op tijd te komen, man. Beef met mij, maar ik heb een outfit van 10 en dat is zonder Kitty erbij. Kijk hoe ik mannen bedij. Ik ga niet eens zelf meer vechten, want ik ben met mijn guy. Of ik loop met twee door mijn wijk. Of ik ben met één en twee, maar niet weer. Hoi, hoi. Hallo. Hoi. Kan ik u ergens mee helpen? Ik heb een afspraak met. Ik ben even de naam vergeten, maar ik ga er even een appje sturen. Maar ik heb contact gehad, wij hebben een interview hier. We zijn een televisie-item aan het schieten, meneer. Oh nee, maar kijk. Weet je wat er nou nog meer voor mensen met zulke auto's en jullie postuur in de rondte rijden? Oh nee, tuurlijk. Nee, kijk. Mijn postuur en mijn auto. Kleine plakjes te kopen doen. Oh nee, tuurlijk. Bro, hoor je wat deze man zegt, broer? Ik heb al geen zin meer, joh. Met jouw auto en jouw postuur. Hoorde je die, Nick? Nick! Dit zijn die dingen die wij meemaken, snap je? Jouw postuur, jouw auto. En mensen zeggen dat het niet waar is. Je hebt het nu gezien. Nu gezien. Nou, we zijn nu op mijn oude school, Spieringshoek. En ja, dit is eigenlijk waar ik mijn schooltijd heb doorgebracht. Dus die gaan we nog wat even extra over uitleggen aan jullie zo meteen, man. Middag. Ik heb je gesproken, hè? Ja, klopt. Goed zo. Ja, ik herken je nog wel. Gelijk zo daar parkeren op een invalide plek. Dat is kan niet anders plek. Dan. Nee, het is voor. Nou, wij komen even laden en lossen. Ik heb hier 6 jaar op school gezeten, VWO gedaan. Helaas gezakt in de 6e. Maar ik heb het daarna op de avondschool gewoon afgemaakt. Dus we made it, soort van. Mijn middelbare schooltijd was in principe oké. Los van dat ik zeg maar, in mijn thuissituatie privé wat dingen meemaakte. Toen ik hier op de brugklas zat, ben ik mijn moeder verloren. En dat maakte mij toch een iets ander persoon ook op school dan dat ik, als ik er nu op terugkijk, had willen zijn. Maar ja, ik heb haar op haar sterfbed beloofd dat ik het zou afmaken. Dus ondanks met de omweg heb ik het wel gewoon gedaan. Ik denk ja, dat de docenten mij zien als een in principe vrolijke, actieve jongen. En ja, heel veel spannender was het niet, man. Het grootste verschil tussen de jongen van toen en nu is sowieso dat ik een heel stuk volwassener ben geworden. Als ik er nu naar terugkijk, denk ik dat ik, ja, wat ik zei, een ander persoon was toen dan dat ik graag had willen zijn. En ik wil niks de schuld geven, maar ik kijk nu gewoon anders naar dingen toe. Ik zou bijvoorbeeld bepaalde dingen die ik toen heb gedaan niet meer doen. En ik denk dat ik daar ook trots op ben. En wat ik zei, school was in die tijd voor mij meer een bijzaak. Maar ik ben toch trots dat ik het heb afgemaakt. En daarom wil ik ook laten zien, zeg maar, ik heb mijn VWO afgerond. En ik denk dat dat in essentie het belangrijkste is, zeg maar. Je kan van alles meemaken, van alles doen. Maar ja, ook mij is het, zeg maar, gelukt. En ik kan nu ook doen wat ik leuk vind. Dus ik wil dat vooral meegeven, zeg maar, aan de mensen die bijvoorbeeld hier nu nog zitten.
wat je ook meemaakt, zorg gewoon dat je het afrondt. Doe je best, weet je toch? Ik ben op tijd dat die klok op mijn pols. Ik heb die pano en leer in mijn golf. Door water om nek spring je nu om mijn golf. Mijn boy met die stick en ik speel niet eens golf. Ik kijk op mijn schouder bij spits voor OT. Hier had je die, die scooter, daar kon je via de zijkant. En ik altijd snel mijn scooter zonder rijbewijs hier zo neerzetten. Niemand wist, snel hop hop, parkeren, snel naar binnen. Nou, dan gaan we nu naar de kapper. Dat is vieze kapsels in Schiedam. Daar knip ik sowieso iedere week één keer. Je weet toch, elk weekend fris zijn voor de shows, voor de interviews, voor de dingen. Je weet toch, daar gaan we nu naartoe, man. Ik neem jullie mee. Dus weet al wat ze van me dachten. Weer zo'n jongen uit de achterstaat. Mama carry op Vespa, Gitty gaat Vespa, vliegen net Cessna. Ik heb een chickie uit Mharpa, zij komt met Tansha, met Hashi niet Techna. Henna, henna, zet de tattoos, mag je henna, henna. Jij met stapels, dat is Zama, Zama, sluwe. Bro, hij is sowieso gezellig één keer in de week hier zo. En dan moet je denken, wees zo tegen het weekend aan. Wanneer hij het allerdrukste heeft, kom ik altijd van, ja, ja bro, ik moet nog even snel, man. Dus één keer kan ook twee keer als het een bepaalde situatie is. Dus hij is gewoon, hij hoort bij de interieur, man. Praat money, nee, 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 nee. Want anders kom ik niet, 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 niet. En jij zwaait met dan, dus je clip, maar dat zijn bibi's. Ja, wat kan ik vertellen over Hera? Het is eigenlijk natuurlijk iets wat, ja, waar je schopt een beetje aan tegen de gevestigde orde. Het is heel irritant, het is toch ook wel weer leuk, het is ritmisch. Ja, de tekst is aanstekelijk. Ja, mensen voelen zich op een manier toch connected met die tune, want ja, het is vaak beluisterd, 6 miljoen streams in een jaar, je weet toch. Dus ja, we waren gewoon in de studio. Mijn producer die laat een gitaarriffje horen en ik voelde het meteen, man. En toen zijn we gewoon gaan knutselen, man. Toen zat ik gewoon, toen dacht ik gewoon, praat money, want anders kom ik niet. Toen dacht ik, ja, als ik het nou een paar keer zeg, praat money, niet, 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 niet. Want anders kom ik niet, 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 niet. Ja, de rest is geschiedenis, man. Praat money, niet, 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 want anders mok ik niet, 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 niet. Ik moet die peven stoppen in die dusback, want zij snappen die liedje. Voor de remix is eigenlijk als volgt gegaan. Ik kreeg een DM van Afro Bros. En dat, is, ja, dat zijn zo van twee legends. Dat zijn twee boys waar ik vroeger al naar luisterde. Ze hebben grote producties met Ronnie Flex, Boef, maar ook internationaal. En ja, ik kreeg gewoon een DM en het was van, yo, ik zou deze beat echt gek flippen. En ja, ik heb een grote mond, ik zei oké, flip dan. Toen had ik mijn nummer gegeven, belde die me op. Hij zegt, wat dacht je van een remix? Dus ik zei, ja, tuurlijk, ik moet alles pakken wat ik kan pakken nu het kan. Dus toen zeiden ze, wie wil je erop? Ik denk, ik noem gewoon Busy. Grote boy, ik denk, ja, dat gaat me toch nooit lukken. Busy erop. En ze zeiden, ja, geen probleem. We fixen Busy. Ik stuur Young Allen's DM, ik stuur die Double DM, omdat dat zijn artiesten wat ik gewoon hard vind om naar te luisteren zelf. En ja, die waren allebei down, man. En ja, zo is het eigenlijk gegaan. Super snel gefixt. Ja, man. Hoe ik mijn sound zou omschrijven is wel moeilijk, omdat je weet toch, iedereen probeert wel iets te zoeken wat er niet is. Maar ik denk dat ik wel echt kan zeggen dat ik iets nieuws heb. Het is misschien een beetje een mix tussen rap, zang, pop. Beetje die Marseille-type, je weet toch, die beats van Jules, dat vind ik hard, Morat vind ik hard. Het is misschien een beetje een mix van de Nederlandse afro-achtige sound en ja, de Middellandse zee-type of beats-achtig, man. Ik denk dat dat het beste beschrijving is. Waar ik op dit moment mee bezig ben, is alles inplannen rondom mijn EP die eraan gaat komen in oktober. Dus we zijn eigenlijk gewoon keihard aan het werk. Ik ben elke dag in de studio, ik ben elke dag bezig met dit verhaal te laten lukken, zeg maar. Dus ja, waar ik mee bezig ben is eigenlijk heel veel muziek maken, man. En alles maakt plaats voor de muziek. En ja, trying to make a way out. Vijf man diep in die golf, hij zegt dat ze ready zijn, maar die komt test me. Ben ik met D2P's en die zijn van dezelfde soort, lesbi. Ik zie dat ze op me zijn, maar chain om mijn nek is te duur, dus ik vecht niet. You might just get hit with the Rico, dan worden jongens gebost net Hesty. Mijn tekst wordt gecheckt door mijn neef, mijn nicht of Nicky wanneer ik een mail maak. Ik zoek naar een middel of Nicky die voor mij kan zorgen wanneer ik een mail maak. Of het nou lukt met die Drake, oh, I'm still going bad dat het goed gaat. Je mat die doet stoel met zijn stek in de lucht, maar ik zei al lang dat is beeldspraak. Ze kennen die klok om mijn post en mijn goon laat hem zingen net idols. En vroeger was ik wel idol, voor die meis ben ik nu een idol. Je team switcht site van Kanna. Kan, het maas kan schijndel. Ik maakte al pap in de klas, dus dan weet je dat ik net van nooit heb gespijpeld. Je mattie roest toen met zijn klok, ik droeg al een rolie toen was ik pas 18. Ik vertrouw helemaal niemand, ik laat zelfs mijn beste mattie geen pap zien. We kunnen het samen gaan getten verdienen, maar dan is het part of de tactiek. Met Jenny blijft in de familie, de volgende ik generatie niet meer is antiek. Ik kan niet meer een man even zijn, wanneer die mannen niet op peper zijn. En die assie is mijn medicijn, wat kan niet wachten tot we beter zijn. Ik kan niet meer met al mijn neven zijn,
wanneer die mannen niet op peper zijn. En die assie is mijn medicijn. Maar kan niet wachten tot we beter zijn. Ja toch, 101 Bars, dit was mijn next stap. Ga mijn nieuwe release checken in september en abonneer op het 101 Bars kanaal. Het is Sluwe!